Hoi allemaal, superleuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. En ik ga vandaag weer een keertje met Perry op springwedstrijd. Want volgende week is een super spannend weekend, want dan hebben wij namelijk de Nederlandse kampioenschappen. En misschien kunnen jullie nog wel herinneren dat ik 2 maanden terug dus voor het eerst met Perry op wedstrijd ben gegaan. En die week daarna hebben we toen gelijk de kampioenschappen in het springen gesprongen in de klasse B. En toen zijn we dus derde geworden en dat betekende dus dat we door mochten naar de Nederlandse kampioenschappen. En die zijn inmiddels bijna. Dus vandaag gaan we nog lekker even een keertje op wedstrijd om nog even te oefenen. Dat we gewoon nog weer even lekker op ander terrein zijn. Nog even een rondje springen. En dan is volgende week de spannende dag. En dan ga ik jullie natuurlijk ook meenemen. Maar ik dacht, ik neem jullie vandaag ook mee. Want jullie vinden het altijd heel leuk om de springrondjes weer te zien. Dus ik ga het nu uit de stal halen. Nog even een ander halster om doen en een andere dekentje op. En dan gaan we vertrekken naar de springwedstrijd. Veel kijkplezier! Dit is mijn vlog. Vandaag heb ik alleen even niks gefilmd van de voorbereiding, omdat mama dat vandaag heeft gedaan. Want ik had lekker les met Londen, dat ging super goed. En zij heeft ondertussen dus knotjes bij Perry gemaakt. En normaal hoeft dat natuurlijk niet in het springen, maar volgende week voor het NK is het wel heel erg mooi. Dus we dachten, we doen het nu ook alvast een keer dat hij gewoon even aan kan wennen. En mama heeft zijn voetjes gewassen en zijn staart lekker schoongemaakt. Maar hij heeft nu nog gewoon zijn normale regendeken op, dus hij krijgt nog even een zweetdekentje op. En dit fijne halster van Bukas krijgt hij om. Dus die ga ik nu alvast even omdoen. En dan ga ik hem naar de poetsplek brengen. En dan krijgt Per nog even zijn andere dekentje op. En dan gaan we vertrekken. Ga je mee, Per? Hij denkt echt, nou die knotjes, dat snap ik echt niet. We gaan vandaag gewoon springen hoor. Je hoeft niet te dressuren. Kom. We zijn aangekomen op de wedstrijd en Perry staat nog even lekker op de trailer. We hoeven pas over 3 kwartier parcours te lopen. Van 14:15 tot 3:00 is parcours lopen en dan moet ik als 13e. Dus hij moet wel opgezadeld zijn, maar dan gaan we gewoon na het parcours lopen gelijk losrijden. Maar we hebben nog geen tijd meer om daarna pas op te zadelen. Dus we gaan rond 14:30 opzadelen. Het is nu iets over 14:00. Dus we gaan nog even snel het middag eten hier, even lekker tostietje eten. En dan gaan we daarna lekker deze knappe jongen opzadelen. Ik heb mezelf net even helemaal klaargemaakt. Ik heb mijn cap op, mijn jasje aan en onderweg naar de wedstrijd toe had ik me ook helemaal omgekleed. En ik heb mijn laarzen aan. En Kel is nu bij Perry het hostel aan het indoen en mama gaat de trailer openmaken. En dan gaan we hem opzadelen. Vandaag doen we weer dit dekje op van Bullet. Die is echt super fijn. Ik heb van hun toen een springdekje en een dressuurdekje opgestuurd gekregen. En die vind ik echt super fijn. Dus die springt nu al wel mee. Echt topdekje. Hij is nu nog een beetje vies van vorige week, maar hierna gaat hij weer de was in voor het NK. En misschien vragen jullie wel af, waarom zijn jullie al met Perry met de trailer op wedstrijd? Maar Perry loopt dus niet op het wagentje. Dus we gaan gewoon al lekker met de trailer, heb je ook geen gezeur. Dus volgende week met het NK gaan we ook gewoon met de trailer. Hij loopt daar gewoon fijner op, dus ja, daarom gaan we al lekker met de trailer. Ik ga nu even het dekje geven en dan gaan we het zadel nog even opdoen en Martin Gauw om. En dan gaan we lekker losrijden. Dan moet hij na. Dus ik had nu een rondje door de baan. Dan gaan we nog.
Boom. Nou, net viel Johan eraf zoals jullie konden zien. Dus we gaan nu het tweede parcours kijken hoe het gaat. Demi van Tiel. Kom op, Jo. Heb je alles nog goed controle, Jan Willem? Ja. Goed zo, Jo. Nou, we hebben net gesprongen en zand gehad. Het losrijden ging al niet helemaal goed. Ik weet niet, ik zat er zelf net even te veel aan, dus het ging gewoon niet helemaal lekker. Maar op zich, ik ging wel gewoon met de goede moed het rondje in. En bij de eerste stopte niet. Kel zei dat hij een beetje tegen mijn been was. Ik ben het eigenlijk alweer een beetje kwijt. Want bij hindernis 2 stopte niet. En toen kukelde ik zo via de voorkant af dwars door de hindernis heen. Dat was een beetje jammer. Tweede rondje op zich alweer goed herpakt. Eerste deel van het rondje al heel veel stomme afstandjes. Maar het tweede deel werd gelukkig wel wat beter. Dus hopelijk klopt deze zin. Slechte generaal is een goede repetitie. Daar gaan we maar van uit. Want vrijdag is het NK. Maar deze week gaan we nog even oefenen. En dan komt het vast wel goed. Ook wel eens goed om deze fout te maken. Het is wel jammer dat het zo net voor het NK gebeurt. En wat dacht jij, Kel, wat de reden was dat ik eraf viel? Goeie vlog. Goeie vlog. Ja, wel weer hits voor de vlog. Want ik ben daar lekker afgevallen. Yay. En we zijn weer op stal. Ik heb Perry zijn knotjes eruit gehaald. En hij heeft lekker krachtvoer gehad. Want het tweede rondje heeft hij zeker verdiend om even lekker te eten. Hè? Maar ja, super jammer van het eerste rondje. Maar ja, daar leer je ook wel weer van. Ik moet heel eerlijk zeggen dat de spierpijn nu al een beetje komt. Echt precies hier achter op mijn rug, een beetje richting mijn kont. Maar ja, dat hoort erbij als je zo hard valt. Maar ondanks dat ben ik over het tweede rondje wel heel tevreden. En we hebben natuurlijk aankomende week hebben we het NK. Dus ja, we gaan zien hoe dat gaat. Wat ben je aan het doen? Dus Per gaat nu lekker even zijn eten nog verder opeten. Ik ga weer naar huis. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Waarschijnlijk wel, want jullie hebben gezien hoe ik er weer af kon vallen. Mama zei al, dat wordt vast een hit als iedereen weet dat je er weer bent afgevallen. Maar vergeet zeker geen blauwduimpje omhoog te doen en je hond te abonneren. En zie ik jullie hopelijk allemaal volgende week weer bij de NK-vlog. Dit was het, tot de volgende keer. Vergeet de honden niet te abonneren.